Goed jongens, welkom terug bij een gloednieuwe Mind in Motion video. Ik zou eigenlijk buiten gaan trainen. Ik had mijn wekkertje netjes op 8 uur gezet. Ik dacht, dan regent het niet, want het zou niet regenen vandaag. Dus dan zou ik buiten gaan trainen. Maar ja, het is mistig buiten en dan zie je zo weinig als je gaat springen. Kijk maar. Ja, heel mistig. Dus ik ben maar naar de Mind in Motion mini gym gegaan. Dan is het en droog en een stukje warmer en je hebt licht. Dus geen mist, dus je kan beter springen. Zoals je ziet staat de setup. Maar ik ga hem veranderen, want ik vind dit niet chill. Veel kijkplezier. En dan gaan we springen, want ja, voor springetje. A few moments later. En dan gaan we springen, want jullie zijn hier voor sprongen, lines en challenges. Want daarvoor kijk jij mijn video's. Let's go! Ik heb de setup veranderd zoals jullie net hebben gezien. Ja, vind ik persoonlijk zelf chiller. Nu gaan we springen. Oké, ik heb een idee. Ik wil hier concrevende blokje naar de balk. Dan doe ik een 360 pre naar deze, maar deze ligt dan dadelijk daar. En dan doe ik na die 360 pre, doe ik side flip naar het schuine obstakel. Daarop, catleap, devil drop. Terug over dit blok als die daar ligt. Blokje, muur, boom, hier vanaf. En dan daar op het einde nog iets. Maar dat moet ik nog eventjes uitvogelen. Maar wat nou het probleem is, ik moet vanaf deze blok, dus een sideflip met het schuine stukje doen. Dus dat ga ik nu eerst even opbouwen. Want dat is na een 360 pre best wel spannend. Dus dat ga ik even oefenen. Goed, ik heb hem gepakt. Nu dus vanaf het blokje naar de schuine stuk. En daarna een 360 pre ervoor en dan sideflip. Maar het gaat beter dan gedacht. Let's go. Oké. Dat ging ook goed, nu dus met die 360 ervoor. Yeah. Nou, dat ging best goed. Nou, iets sneller, maar... De concrete van dat blokje daar, naar die bar, dan 360 pre en dan sidecat. Dat is het echte stukje wat challenging is. Dus ik ga nou eerst die concrete naar 360 pre doen, dat heb ik ook nog nooit gedaan. En dan ga ik alles combineren en dan maak ik de run af op een mooie manier. Yay. Nou,
dat ging best goed. Nou, iets sneller, maar de Kong Pri van dat blokje daar, naar die bar, dan 360 Pri en dan Sidecat. Dat is het echte stukje wat challenging is. Dus ik ga nou eerst die Kong Pri naar 360 Pri doen, dat heb ik ook nog nooit gedaan. En dan ga ik alles combineren en dan maak ik de run af op een mooie manier. Yay. Dat was eng. Nog een keer. Alleen iets sneller en ik pakte niet de stang vast, maar het randje, dus dat is niet goed. Dus ik wil dat stangetje pakken en dan naar de muur. Met sideflip nu. Bijna dood. Oké, nou heb ik dus mijn run. Nou kunnen Sven en Mai kunnen niet filmen. Niemand van de Mind Up Motion Boys kan komen, want ze zitten allemaal op school. Dus ga ik iets anders doen wat ik alleen kan filmen. Dat is een single trick, maar die wil ik wel beter oefenen. Dus dan gaan we die maar doen. En hopelijk dat straks iemand toch kan filmen, want de run is heel cool. Helaas, maar ja, hè, dat gebeurt. Dat gebeurt. Mocht iemand willen solliciteren voor cameraman, onder in de comments. Alsjeblieft. En dan kies ik er eentje uit. Dankjewel. Oké, ik wil dus een monkey up Kong inward side doen. Dus dan kom je in. Handen muur. En dan zet je je voeten neer. En dan doe je inward side. Nou, die doe ik niet heel vaak. En de muur is wat laag hier. Dus dat is een extra challenge. Maar ik ga hem dus eerst eventjes opbouwen. Eerst een inward side met one step, dan een inward side met two step, en dan de Kong inward side. En dat is het. Dat is twee, maar niet zo goed. Die was te goed. Of jij te goed? Te veel omhoog, bijna dood. Nog een keer, en dan up. Boom! GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Nou, die ging goed. Ik ben hem ook aan het filmen op mijn telefoon. En dat is een super mooie standaard. Maar je zag de landing niet op de telefoon, dus die wil ik nog een keer. Yes! Nou, ik heb dus nog steeds niemand die mijn run kan filmen. Dus die run die film ik een andere keer. Want ik kan hem niet alleen filmen. Ik ga hem niet in stukjes filmen. Nee, dat is niet leuk. En anders zien jullie al te veel. Jullie hebben wel het stukje van de Kong Pri naar hier, naar 360 Pri naar side. Dat heb je wel gezien. Dus je weet in ieder geval wat ik wil gaan doen. Maar dat is dan voor een andere dag dat iemand wel kan filmen. En dan maak ik de vlog op die dag af. Maar voor nu, ga ik mailtjes beantwoorden, pakketjes inpakken. En daarna ga ik lesgeven. En dan kom ik een andere dag terug om deze run te doen. Want die moet gewoon gefilmd worden. Alleen er is nou helaas niemand die dat kan doen. Ja, dat heb je wel eens. Dat mensen jou niet kunnen filmen. En als je alleen gaat trainen, dan kun je niet alles filmen. Dus,
Is niet handig, maar helaas, that's life. Leven is geen ponykamp. Dus tot de volgende. Ja? Ja. Opnieuw.